Echt sinds dat ik me het kan herinneren ben ik een hele grote interieurliefhebber. En eigenlijk vanaf het moment dat ik uit huis ben gegaan is die liefde alleen maar toegenomen. Ik vind het gewoon zo leuk om iets netjes te maken, dingen efficiënt in te richten. Ja, ik ga er gewoon heel erg goed op. Het is een hele grote hobby van mij. Dus vandaar dat het me leuk leek om een video te maken van een aantal must-haves voor in de keuken die echt niet hier bij ons in huis kunnen ontbreken. Oké, van het eerste item had ik echt niet verwacht dat ik zo'n groot fan zou zijn. Het is namelijk een automatische zeeppomp. In het begin wist ik hier bestaan niet van af, totdat ik het toevallig tegenkwam op Bol. En toen dacht ik, ja, dit wil ik gewoon hebben. En sindsdien ben ik er gewoon zo'n groot fan van, dat ik eigenlijk bijna geneigd ben om er meer van te kopen voor in de badkamer en voor in het toilet. Want ik vind het zo ontzettend handig. Ik ga trouwens proberen om er zo snel mogelijk doorheen te gaan, want ik wil niet te lang blijven hangen bij één item. Oké, maar het volgende item waar ik heel groot fan van ben zijn kruidenpotjes. Ik vind normaal gesproken kruidenpotjes op zichzelf niet het mooiste wat er bestaat, want de verpakking. Ja, sommige merken hebben wel mooie kruidenpotjes, maar sommige merken niet. Dus vandaar dat ik ervoor heb gekozen om losse kruidenpotjes aan te schaffen, zodat ik alles mooi kan overpotten. En naast die potjes heb ik ook een trappetje waar ik al die kruiden op kan displayen. Ik merk wel dat ik te veel kruiden heb in verhouding met de ruimte die ik eigenlijk daarvoor tot beschikking heb. Maar hey, we moeten af en toe gewoon wat verwisselen. Dan ben ik ook een groot fan van voorraadblikken of voorraadpotten. Ik vind het eigenlijk fijn om eigenlijk bijna al mijn boodschappen over te potten, zover het kan. Dus ik pot altijd mijn rijst, mijn pasta, mijn havermout, al die dingen over in potten. En deze potjes heb ik trouwens van de Action en ze zijn van plastic, maar ze kunnen wel in de vaat, dus dat is wel heel erg fijn. En naast deze transparante voorraadpotten vind ik van die transparante bakken ook heel erg handig. Deze gebruiken we voor in onze voorraadkast. Hier bewaren we onder andere onze koekjes in, pesto, sausen, extra kruidenzakjes, noem het maar op. En dit zorgt ervoor dat alles netjes georganiseerd is, alles zijn eigen plekje heeft en je kan het gewoon makkelijk pakken. En ik haat het wanneer je ergens achterin in je kast moet zijn en dan moet je alles eruit halen. En daar heb je gewoon geen zin in. En deze bakken zijn daar de oplossing voor. Dan haal je gewoon een bak eruit, pak je gewoon iets wat je nodig hebt en dan zet je de bak er weer in. Dan iets anders voor in een keukenkastje, maar dit item gebruiken we onder de wasbak. Een organize rekje die uitschuifbaar is. En dit gebruiken we voor onze schoonmaakartikelen. Dus zoals allesreiniger, glasreiniger, noem het maar op. En hier bergen we ook onze vaatdoekjes en handdoekjes en theedoeken op. En omdat die uitschuifbaar is, kan je er ook makkelijk bij. En wat wij hier ook in opbergen zijn onze vaatblokjes. Dit doen wij niet los. En ook niet in de huidige verpakking. Nee, dit doen we ook in iets anders. Het ziet er gewoon veel leuker uit. Je moet toch ergens je plezier uithalen. Dan hebben we recentelijk iets nieuws. Namelijk dit bakje. En officieel is het bedoeld voor de badkamer volgens mij. Maar het is ook heel erg handig om aan de binnenkant van je deur te doen. Dan heb je extra opbergruimte en kan je veel meer kwijt. Ik heb gemerkt dat ik het heel erg fijn vind om dingen te categoriseren. En ik heb met de inhoud van de koelkast precies hetzelfde. Vandaar dat ik daar ook gebruik maak van verschillende bakjes. Ik heb een bakje voor eieren. Ik heb een bakje voor fruit. Ik heb een bakje voor bijvoorbeeld zuivel. Als ik iets van cream cheese of iets van crème fraîche heb, dan doe ik dat in zo'n bakje. En dan kan je alles makkelijk inrichten. En ik vind het ook gewoon heel erg handig wanneer onze koelkast praktisch is ingericht. En waar ik ook heel erg blij mee ben is onze draaiplateau. We hebben er twee van. En eentje gebruiken voor onze sausen en de andere is een klein beetje random. Gewoon een beetje zuivel zit daarin, kaas. Maar ik vind gewoon een draaiplateau vind ik ook gewoon leuker uitzien. En dat was volgens mij alles voor in de koelkast. Oh nee, ik heb nog iets nieuws. Ik zag het bij de IKEA. Het was een tube voor je sausen. En officieel wordt dit gebruikt voor barbecues of zo. Maar ik dacht, hey, wat nou als ik een aantal van mijn sausen overpot in deze tubes? Want net als kruidenpotjes vind ik sausen ook niet altijd de mooiste verpakkingen hebben.
Ik wil gewoon dat alles bij elkaar matcht, oké? Okay? Ik denk dat het een OCD dingetje is in mijn hoofd. Want ik vind het gewoon heel rustgevend wanneer alles bij elkaar past. Alles een beetje hetzelfde eruit ziet. Ik word daar gewoon heel erg rustig van. Dus vandaar dat ik dit ook allemaal doe. Soms lijkt het misschien een beetje onnodig. Maar ja, als je er blij van wordt, dan denk ik, why not? Dan gaan we door naar de koffiecorner. En dit is echt mijn favoriete plekje in het huis. En naast dat ik het belangrijk vind dat de koffiecorner er leuk uitziet, moet het van mij ook wel een klein beetje efficiënt zijn. Dus ik heb ervoor gekozen om de opbergpotten aesthetically pleasing te maken, maar ook efficiënt. Dit zijn glazen potten en deze komen van de IKEA. En daar bewaar ik mijn suikerklontjes in, koffiebonen. Ja, dat is eigenlijk. En in de kast van de koffiecorner hebben we twee draaiplateaus. Dit zijn twee verschillende trouwens. Ik heb in de koelkast transparante draaiplateaus. En in deze kast van de koffiecorner heb ik een houten en een marmeren. En de marmeren die heb ik echt al jaren geleden gekocht. En volgens mij is dat officieel een taartplateau. Want hij is ook best wel aan de zware kant. Maar ja, je kan er nog steeds goed gebruik van maken hoor. Daar niet van. Maar de andere, die heb ik van de IKEA. En dat is een houten plateau. En die twee passen perfect in dat kastje. Dus daar ben ik heel erg blij om. En de een gebruik ik voor mijn mokken, mijn glazen. Normaal gesproken vergeet ik gewoon van het bestaan af van mijn glazen. Want dan pak ik alleen de glazen en mokken die vooraan staan. En degene die helemaal achteraan staan, die worden gewoon nooit gebruikt. En door zo'n draaiplateau zie je gewoon wat je hebt en kan je makkelijker afwisselen. En een andere draaiplateau gebruik ik voor mijn koffiecorner ingrediënten. Ik noem het koffiecorner, maar officieel is het ook de theecorner. Matcha corner. Maar koffie corner klinkt gewoon leuk. Maar op dat plateau staan ja, mijn matcha, mijn chai, andere ingrediënten, extra thee. En ga zo maar verder. En ja, het is gewoon heel erg praktisch, efficiënt, handig. Al die woorden bij elkaar, dat is het. En in dezelfde kast heb ik nog iets wat heel erg van pas komt. Namelijk een flessenrek. En ik ben een persoon met heel veel verschillende waterflessen of thermoskannen. En dit zorgt ervoor dat alles mooi georganiseerd is, overzichtelijk is en je weet gewoon wat je hebt. De reden waarom ik het zo fijn vind om dingen goed te organiseren, is dat ik dan echt bewust word van al mijn spullen. Want het komt vaak genoeg voor, nog steeds wel, dat ik gewoon vergeet wat ik allemaal heb. En door alles in het zicht eigenlijk te hebben, vergeet je het niet zo snel. Naast dat dit rek heel erg handig is voor je herbruikbare flessen, kun je het ook gebruiken voor wijnflessen bijvoorbeeld. Dus als je af en toe graag een wijntje drinkt, maar je wilt niet een hele grote wijnkast hebben of je hebt daar geen ruimte voor, maar je wilt het wel leuk opbergen in een kast, of niet in een kast, dan is dit ook een hele goede oplossing. Dan heb ik nog een ander item die ook heel erg handig is om te gebruiken in zo'n koffiekast. Namelijk een soort van rekje waar je je mokken op kunt hangen. Ik moet zeggen dat ik liever voor een draaiplateau kies. Ik heb ook wat speciale mokken zoals ja, seasonal mokken, kerstmokken. En die gebruik ik niet elke dag, maar die vind ik wel leuk om te bewaren. Dus dit is ook wel een mooie manier om het te displayen. Dit kun je in een kast doen of aan een plankje. Hou wel rekening mee dat het wat zwaarder kan zijn. Dus wees wel voorzichtig. Maar ik vind het wel een leuke manier om je mokken te displayen. Dat waren dan de items die ik graag wilde delen. Mocht je zoiets hebben van, ik heb echt iets in mijn keuken of in mijn huis dat voor mij onmisbaar is en daar moet iedereen echt van afweten, laat dat vooral hieronder in de reacties achter. Daar ben ik wel benieuwd naar. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.